Wat hij allemaal heeft gedaan en met wie hij allemaal heeft gespeeld, daar moeten we maar eens de moeite nemen. Als een half uurtje niks te doen hebt om even de site even te openen en zijn persoonlijke pagina. Ik zou zeggen, print het, dan heb je even de tijd om het te lezen. Het is buitengewoon indrukwekkend. Dat gaan wij hier vanmiddag ook allemaal beleven. Erik van der Luijm. Dankjewel. Er zijn mensen, het is een heel team bezig geweest, een gespecialiseerd team van stropdassenstrikkers. Ik kon het niet meer, het was al zo lang geleden, maar dat hebben ze echt heel goed gedaan, ben ik heel blij mee. Ja, woe! Ik had het eerst weer kunnen aflopen, maar het is allemaal goed gegaan. Ik vind het sowieso geweldig dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik werd 's ochtends wakker, dat word je meestal als je geluk hebt. Dan is het eerste wat je denkt, ik hoop dat er mensen komen. Ja, dat is, maar zoals jullie daar zitten, ik hoop dat het leuk gaat worden, want anders dan zit ik hier maar zondag vanmiddag. Zo hoop ik dan dat jullie er allemaal zijn. En, nou, dat vind ik geweldig, ben ik super blij mee. Ik ga heel erg mijn best doen. Goed zo. En eerst nog even de muziek een beetje laten spreken. Dus ik begin gelijk met een lief liedje eigenlijk van Richard Rodgers. Heet Little Girl Bloom. Spijnbaar meisje. Gaat waarschijnlijk over een smurf. Ik weet het niet. Ziet het er nog uit. Zit je wel goed? Zit je wel goed? Heel raar. Of... Ja, even bijdraaien. Daarmee die strop was ook met jou. Maar ik zit ook heel raar altijd. Dus oh, dacht ik al. Even bijdraaien, bandje. Ook niet nadoen, want het is niet de officiële techniek of zo. Dat lijkt me. Dat is het. Een beetje zonder microfoon, want dan kunt mij denk ik al goed verstaan. Meestal hebben we een solist die we als trio begeleiden. Dat heb ik dit keer bewust niet voor gekozen. Erik van der Luijm, die is helemaal heel erg lang. Ik vind het, hij gaat voor zichzelf niet zeggen, dus dat doe ik. Het is een zeer begenadigde pianist die je eigenlijk veel te weinig hoort. En wij speelden bij toeval vorig jaar ergens in Brabant. En toen dacht ik, jezus, waarom is die man hier nog nooit geweest? Dat moet nou bij.